Goedenavond allemaal. De lichten gaan uit en ik hoop dat iedereen een plaatsje gevonden heeft. Welkom allemaal op dit tweede gedeelte van ons feestje vandaag. Het eerste stuk vanmiddag is wel een beetje jammer dat u dat niet heeft kunnen zien. De kleuters hebben hartstikke mooi geacteerd in Jip en Janneke. En daarna kwam groep 3 en 4. En daar hebben we van genoten. Maar jammer, het kan niet meer in deze zaal. We mogen niet meer. We gingen ervan uit dat er wel 800 of 850 mensen in konden, maar we hoorden dat de brandweer ons verbiedt om dat te doen. En terecht eigenlijk, dat er een goede controle is. Welkom vanavond op deze feestavond. Het is een avond in tweeën, feestje in tweeën. Dat is door de grootte van de school gekomen, hij zei u al. We zijn weer aan een traditie begonnen. We hebben traditie voortgezet. 6 jaar terug zijn wij gestopt om de 2 jaar... gaf er zo'n feestavond. Nu pakken we dat weer op. U zult wel merken, zometeen, dat er veel georganiseerd is, dat er veel geoefend is en dat er bij iedereen spanning is. Bij de kinderen, want ze vinden het heel belangrijk om het goed te doen. Bij de leerkrachten die zo lang geoefend hebben om het te zorgen dat het allemaal heel mooi en goed overkomt. En natuurlijk ook bij uw ouders om te kijken wat uw kind ervan gaat maken. Eén ding is heel belangrijk, hebben we vanmiddag ook al opgemerkt, dat het stil blijft, heel stil. Het geluid is best wel heel goed, maar om alles goed te kunnen volgen, is belangrijk dat we met z'n allen aandachtig zijn. En soms heb ik wel eens gemerkt, zit dat nog wel eens meer bij de volwassenen als bij de kinderen, maar dat terzijde. Het is een fijn feest, we genieten er met z'n allen van. En toch is er één opmerking die ik toch vandaag ook mee wil geven. Voor ons allen is het feest vandaag, maar op onze school zijn ook mensen die dat feest niet helemaal van harte mee kunnen vieren. Omdat er in hun gezin een gemis is, omdat er verdriet is. En ook omdat er grote zorgen zijn om de gezondheid van een familielid. Ik denk dat het terecht is dat wij, waar we zo gezegend zijn met gezondheid en geluk, ook daar vanavond samen even bij stilstaan. En daarom zou ik u willen voorstellen, zullen wij deze avond beginnen met gebed. Heere God, dank u wel dat we zoveel mooie dingen mogen beleven. Dat er in ons leven zoveel dingen zijn om blij mee te zijn. Want u geniet van mensen die van uw schepping genieten. We danken u voor uw zorg om ons, voor alles waarmee u ons omringt. En we willen u vragen, helpt u ons deze avond. Wilt u er zijn? Wilt u onze handen sterk maken om verder te gaan als wij er niet meer zien zitten? Wilt u onze voeten kracht geven om weer op te staan? En wilt u in onze harten wonen om samen met u dit leven aan te durven? Om Jezus wil vragen u dat. Amen. Ik zou zeggen, de kinderen achter zitten gereed. Ik heb ze al gehoord. Ze kunnen bijna niet wachten. Ik ook niet. En laten we maar gauw het woord aan die kinderen geven. En dan ziet u hoe spetterend dat gaat worden.
spelletje, maar dan met echte mensen. Ja, je stelt je aan, Rick. Maar ik vond het toch ook geen goed idee. Waarom niet? Niet gevaarlijk genoeg. En bovendien heeft niemand zijn skates bij zich. Wel iets dan, Little Santa. Jo, doe toch eens normaal. Straks komt de politie achter ons aan. En leger, en indianen, en een wasmannetjes. Wat gevaarlijk. Geen paniek hoor, ik bedenk wel iets anders. Zullen we in het bos van stokje gaan spelen? Ze zeggen dat de beesten en spoken in het bos wonen. Wie is er nou bang voor een beest? Nou, ik zou anders niet graag in tegenkomen. Dan slaan we een spotterig beest. Mijn broer zegt dat het touwvreksen zijn en boze beesten. We kunnen toch ook gaan knikkeren? Knikkeren in het bos, dat kan nog wel even duren. Ik durf lekker niet, Bosje. Hij is alleen een beetje voorzichtig. Voorzichtig, voorzichtig. Hij is gewoon bang. Oeh! Oeh! Horen jullie dat? Een vestpooktrein! Oeh! Oeh! Wel nee, dat is gewoon een uil. Daar heb ik een boek over. Zie je op mij verroepen. Oeh! Oeh! Een soort luchtgeluid dus. Oeh! Oeh! Horen jullie wel? Een uil! En jij bent een uilskuiken. Oh, maar ik wist het al die tijd al hoor. Gewoon een uil. Niks aan de hand. Dat
maak is zeker een spot wel om het te geweer. Nee, dat is een spek. Hij zoekt in de bos van de bomen naar insecten. Insecten? Ook dat nog? Nee, jongens, ik vind het allemaal dood, hè. Joh, doe toch niet zo benauwd, gelijk Rick wel. Ik vind het anders wel meevallen. Want alleen is in je eentje.
is niet wat ik wil. Thank you.
zijn een stuk rustiger. Heet is net als aan en je gezicht zie ik. Woo!
Ja hoor, daar zijn we weer. We zijn terug uit het grote enge bos, waar achteraf toch een heleboel leuks gebeurde. We houden nu even pauze. En dan hebben we tijd om een kopje koffie aan de bar te halen. We doen dat heel beperkt, heel snel. Want we willen weer verder met de rest van het programma. Groep 7-8 wordt achter ons verwacht. Ja, als jullie weer allemaal gaan zitten bij je papa en mama, dan gaan we nu weer verder. Groep 7, 8 en let maar op, 6, 7, 8 trouwens ook al. Let maar op, dat wordt een hele spannende toestand. Daar gaan ze. Naar school reis, 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 naar school reis
huwelijken hekel aan te laat komen. Dat weet ik maar al te goed. Wat bedoel je daarmee? Dat ik kampioen te vroeg opstaan ben. Waarom moet ik altijd de eerste zijn? Om er zeker van te zijn dat je niet te laat komt. Oh, het idee alleen al maakt me zenuwachtig. Trouwens, heb je alles bij je? Ja, mam. Je kadetjes? Ja, mam. Je sandaaltjes? Ja, mam. Je tandenborstel? Ja, mam. En je Donald Duck onderbroek? Ja, mam. Oké, start met aardappies. Goedemorgen, dames. Wat ben je voor Sam? Ben jij uit je bed gerold? Nou, jij bent anders ook niet erg laat, hoor. Mijn vader had je wat te laat gevonden. Ah, gelukkig. Meeslachtoffer. Wat bedoel je? Oh, niets. Zeg, Kees, heb je verrekijker nog meegenomen? Oh, mijn verrekijker. Je hebt nog wat aan haar laten liggen. En je hebt alles bij je. Ben gelukkig. Of moet het toch van die jongen terechtkomen? Ik begrijp nog steeds niet dat jij het tenderen, Toppie. Stil dan een beetje, pa. Je bent altijd zo bang in het donker. Alsjeblieft, pa. En voor het eerst het beste priegelspinnetje vlieg je in de hoogste boom. Stil nog, pa. Ik zou vragen aan de juffrouw of je bij haar in de tent wil slapen, oké? Nee, pa, dat hoeft niet, pa. Ik wist niet dat je zo flink wil zijn, jongen. Petje af, hè. Marlies spreekt je liedje aan de slaapwandelpillen in te nemen. Oh, wat goed dat je het zegt, mam. Waar heb je ze in gedaan? Zit in het cijfertje van je toilettas. Ik zou me doodschamen als vannacht de hele klas achter me aan zou zitten in dat bos. Wat hoor ik? Jij slaapwandel sport? Dat mag je niet meer spotten, joh. Dat is wel erg genoeg. Dat lijkt me helemaal niet erg, mevrouw. Ik verveel me s'nachts een ongeluk. Dus nou voor iets slaapwandelen, dat lijkt me wel wat. Ja, joh. Het is zo vaak wat minder eten, stop met roken en meer bewegen. Het is goed voor een mens. Ze zouden er echt goed van moeten maken. Stel je voor, wereldkampioens gaan slaapwandelen. Yes, dat doen we vannacht, dan kunnen we lachen. Echt goed idee. Yeah. Goedemorgen allemaal. Sorry dat ik een beetje laat ben. De weg was namelijk stuk. En de spoorbouw me wel verkouden. En de brug stond open. En de auto had ik. Haha, ik hoor het al. De stemming zit er al goed in. Wat leuk zeg dat er zoveel ouders zijn meegekomen om hun kinderen uit te zwaaien. Zult u goed op zijn passen, juf? Natuurlijk, mevrouw de Vries. En wilt u Piet een beetje extra in de gaten houden? Hij heeft nog opvang aangelegd, begrijpt u? Pa! Zo'n kleine plaaggeest, nu valt de aap uit de mouw. Haha. Pa, zeg dat het niet waar is. Ach, ga je zien, juffrouw. Zo vader, zo'n vader, zo'n zoon. Haha. En dan nu eens kijken of iedereen er is, want de bus kan elk moment komen. Hè? Wat vreemd, is Kees er nog niet? Hij is altijd zo stipt op tijd. Hij is zijn verrekijker halen, juf. Die was hij vergeten. Oh, ik schaam me dood. Oh, dat hoeft niet hoor, mevrouw de Vries. Ja, dat hoeft wel. Ik hou niet van te laat komen. Daar heeft u gelijk in. Ik hou er ook niet van. Ja, hoor.
zijn, hè? Wat bedoelt u? Ik houd helemaal niet van die liedjes. Ik heb de neiging om de bus uit te springen als het potje met vet op tafel wordt gezet. Hoe lang duurt het nog, juf? We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal, mijn boel is kalm. We zijn er bijna. Pas op! Tegenwoordig kan ik uitvinden, hè? Maar hartstikke aardig dat je me wilt helpen, hoor.
klasse. Hoe slecht ben je? Dan ga ik het tentenkamp inspecteren. Tot de bonus, generaal. Als dat gebeurd is, gaan we een spanningbosspel doen. Yeah! Dan gaat iedereen oefenen voor de bonte avond. Als dat gebeurd is, komen jullie allemaal hier weer terug. Op deze open plek zit ik mijn tent niet. Juffrouw, we hoeven toch niet al om 8:30 naar bed, hè? 9:00 lijkt me een mooie tijd. Morgen hebben we weer een heel programma. 9:00 al? Oké. 9:05 en geen seconde later. En nu afwassen. Yeah.
je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit. Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Kom, Kwebbeltje, geef me maar een hand. Oh ja, kruis! Hé, zeg, ik wil met Kwebbel dansen. Oh nee, nee, zeg, ik was eerst. Zoek jij maar een ander kaboutermeisje. Ja, maar wie zijn geen andere kaboutermeisjes? Ik zal eens iets zeggen, Lui. Jij mag straks met mij dansen. Daar gaan we. Draai een keer in het rond. Stap met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Ik word daar zo moe van dansen. Ik dans niet meer mee, ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed. Maar we zijn nog lang niet klaar. Wij doen gewoon die dans opnieuw, maar twee keer na elkaar. Draai een keer in het rond. Stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in het rond. Stamp met je voeten op de grond.
En nu nog eventjes de tandjes poetsen. Thank you.
straks zullen de boompjes nog wakker. Nou ja. Nu even doorlopen, dames. Bomen laten geven, mannen. Hoe? Zo, die zijn opgeroepen. Thijs, wil jij de tent open? Ja, Marta. Niks te maken, open die tent. Zoeken in het bos van pleister. Pleister.
spoor van buisvlucht hier al vele honderden jaren. Het is het geheimzinnigste spoor van heel de wereld. Er zijn hier in de loop van de jaren veel mysterieuze dingen gebeurd. Toen ik nog een klein meisje was, vertelde mijn grootvader mij de spannendste verhalen. En die had zelfs haar grootvader gehoord, enzovoort, enzovoort. Het mooiste verhaal vind ik altijd nog de verdwijning van de 35 olifanten van Circus Monti. Op 11 juli 1887 moest het circus hier noodgedwongen overnachten. Er waren door zware regen wel enkele wagens in de modder blijven steken. Op deze plek werden de olifanten neergezet. Enkele zeilen die tussen de bomen werden gespannen, moesten ze tegen het noodweer beschermen. En de volgende morgen werd de vreselijke ontdekking gedaan. Alle olifanten waren weg. Zijn ze dan nooit teruggekomen? Nooit. Oh, juffrouw! Oh, juffrouw! Maar in die tijd hadden ze nog geen goede spoorzoekers. Wat bedoelt u? Toen de vrouw van Baron Stoutenberg 11 juli 1910 verdween, schakelde hij een beroemd Engels detective bureau in. En was zij het naadsel op? Zij hadden de barones binnen een half uur opgespoord. Dan moeten we die hebben. Maar het detective bureau zit toch in Engeland? Ja, maar omdat er regelmatig verdwijningen waren, bleef een van de detectives hier wonen. Samen met zijn drie zoons even een opsporingswinkel in het dorp. Ook een opsporingswinkel. Maar dat betekent dat? Dat er een grote kans is dat zij jullie juffrouw kunnen opsporen. Oh, gelukkig! Zal ze direct even bellen. Hallo, Mr. Sip. You speaking with Vandetta, the forester. There's been another mystery in the forest. Yes, Santa Claus. Can you come as soon as possible? All right, thank you. Goodbye, Mr. Sip. Dat was de oude Mr. Sip. Zijn drie zoons zijn nu onderweg. Praten die alleen Engels? Soms wel, soms niet. Dat hangt een beetje aan Engelse bouw af. Wacht, er komen ze aan, geloof ik. My name is Sip, my name is Sip. We are Sip, Sip, Sip detectives. We are brothers as you see. Heep, heep. We are Sip, Sip, Sip detectives. We solve murders and other crimes. We find everyone who's disappeared. We are clever, we are brave. Nothing can stop us, we have no fear. Sheep, 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 detectives. They are brothers and sheep, heep, heep. They are sheep, 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 detectives. They are sheep, 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 detectives. They are sheep, 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 detectives. Bomen water geven? Dat doen jullie toch ook altijd?
Wij fixen het wel van dit hem. Mooi zo zeg. En als we het testje wel per even hoor. Oké, splitsen. Splitsen, ja, splitsen. Ik tel tot drie en dan staan we drie keurige rijen. Here we go. 1, 2, 3. Dan gaan wij nu het spoor door het bos volgen. Onderweg zullen we briefjes vinden waar opdrachten op staan. Opdrachten? Opdrachten, yes. We hebben eerder met deze BBB-ijzer te maken gehad. Oh ja? Wie is dat dan? Oh, daar mogen absoluut geen vragen op gesteld worden. Het zou de hele opsporing in de wak kunnen schoppen. Hoeveel opdrachten moeten we uitvoeren? BBB-ijzer geeft meestal 3 opdrachten. Voor elke groep 1 dus. We moeten nu gaan, anders halen we het niet meer. Alright, is everybody ready? Yes, sir! Not so loud. Is everybody ready? Yes, sir! Tot het geluid stopt? Wat voor geluid? Dat zullen we gauw genoeg weten. Ga snel daar staan en kijk zo vrolijk mogelijk. Zoeken in alle gaten en hoeken. Kijk, daar ligt een briefje.
belachelijke zoenopdracht. Een zoenopdracht? De vorige opsporing moesten we 1 minuut lang zoveel mogelijk vogeltjes een zoentje geven. Lach maar niet te hard, want als het weer die belachelijke zoenopdracht is, stop ik meteen met deze opdracht. Dat nooit, we moeten onze juffrouw redden. Al 4 volwassenen buiten het bos en laten ze 4 keer precies gelijktijdig doen. Je hebt 20 seconden de tijd om de volwassenen naar deze plek toe te brengen. Gelukkig, geen bomen voor mij. 4 volwassenen, waar halen we die zich al vandaan? Ik stel voor dat 4 kinderen dat gaan doen. Kom er alvast een keer. Jullie gaan als de bieden weer het bos uit en komen met 4 volwassenen terug. Oké, 1, 2, 3, go!
keertje mag terugvragen. Daar heb je gelijk in. Ten slotte ben ik het hele jaar slachtoffer geweest van hun grappen en grillen. Basic school blues. Ik zing de basic school blues. Ik zing de basic school blues. Want daar word ik te crazy van. Ik sta altijd voor ze klaar. Ik doe het goed mijn best. Maar waarom word ik altijd dan zo vreselijk gepest? Ik zing de basic school blues. Ik zing de basic school blues. Yeah.
Zo. Dat is wel erg hard, hè, toch? Dankjewel. Jongens en meisjes, dat was erg mooi, dat was erg gezellig. En we hebben met aandacht naar jullie gekeken en geluisterd. Ik wist niet dat er zoveel talenten bij jullie waren. Ik denk dat ik namens alle mensen spreek in de zaal, ouders, kinderen, jullie broertjes en zusjes, wel bedankt. Maar dat geldt evenzo voor de groep die hiervoor was. Ik denk dat we samen best wel eens even een flink applaus voor alle groepen van vanavond kunnen geven. Ja, en dan is langzamerhand het eind van deze avond in zicht gekomen. We zijn begonnen met een welkomstwoord en met een gebed. Op het programma staat ook de sluiting. En ik wou de woorden die daar staan voor u voorlezen. Want die zijn me uit het hart gegrepen en ik hoop dat dat bij u ook zo is. We willen onze Heer danken voor deze avond. Dank u voor deze fijne avond. Dank u voor dit grote feest. Dank u dat u voor ons wil zorgen en bij ons bent geweest. Ik wens u allen een hele, heel goede nacht toe. En dat zal best wel lukken. Er zal best nog even nagepraat worden, denk ik. Hè? De kinderen van groep 8, want dat was eigenlijk wel bijzonder vanavond. Hè? Die hebben alvast al een afscheidslied gezongen. Maar die laten we zomaar nog niet gaan. We hebben nog een hele dinsdag en een dinsdagavond voor hen in petto. En dan gaan we er nog een apart feestje voor jullie van maken, want dat zijn we gewend op onze school. Ik wens u allen wel bedankt voor uw komst, wel thuis. En ik heb nog één mededeling. Achterin bij de uitgang staan twee bussen of twee schalen of een mandje, ik weet het intussen niet. Als u bij wilt dragen in de onkosten van deze avond, bent u erg, erg welkom. Want het gaat natuurlijk niet allemaal voor niks. En als we keep kunnen spelen, is dat helemaal mooi. Wel bedankt en graag tot ziens.